In januari 1969 valt er bij Escher een brief van Mick Jagger in de bus. Dear Maurits. En hij is op zoek achter een nieuwe afbeelding voor de cover van de volgende LP van de Rolling Stones. Escher wijst het voorstel, of de vraag, echter beleefd maar kordaat af. Te druk, te veel gepland. Escher is op dat moment wereldberoemd. Maar die beroemdheid is slechts met mondjesmaat gekomen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog. En begin jaren 50 krijgt hij in enkele belangrijke tijdschriften zoals The Studio en Live enkele heel belangrijke artikels. En worden er in binnen- en buitenland grote tentoonstellingen over zijn werk georganiseerd. Het is ook in die periode dat hij enkele van zijn meest iconische prenten maakt. Zoals bijvoorbeeld Drie Werelden en De Waterval. Alle twee bij ons hier op veiling uit respectievelijk 1955 en 1961. En het is niet overdreven om te zeggen dat Escher gewoon echt iconische werken heeft gemaakt. En deze Waterval kan bijvoorbeeld met de schreeuw van Munch gerekend worden tot een van de meest bekende, meest gereproduceerde beelden uit de 20e eeuwse kunstgeschiedenis. En om aan die groeiende vraag en populariteit tegemoet te komen, liet Escher dikwijls meerdere oplages van zijn prenten afdrukken. De print Dag en Nacht bijvoorbeeld liet hij meer dan 600 keer drukken. De Waterval kreeg een oplage van eerst 70 exemplaren en daarna kwamen er nog eens drie bij. In totaal 214 stuks werden er gemaakt. Iedereen wilde een stukje van het succes. En ook Mick Jagger en zijn Rolling Stones. Maar in zijn antwoord aan de persagent van de Rolling Stones antwoordt Maurits Escher: "Tell Mr. Jagger I'm not Maurits to him, but very sincerely Maurits Cornelis Escher."